Hey, kijkers van ShadowGames23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie episode 18 van mijn Bloomstar Defense 5 playthrough. En ja, ik ben zo blij dat ik eindelijk weer terug ga naar mijn singleplayer series. Waaronder Ronald speelt Minecraft, Bloomstar Defense 5. Straks nog heel veel andere series. Uh, want ik heb uh, in de meivakantie natuurlijk de eerste week op vakantie gegaan, logisch. Maar de tweede week heb ik mijn singleplayer series een beetje verwaarloosd. Want uh, wel, ik was vooral bezig met multiplayer. Uh, Minecraft, dus vooral, is eigenlijk de enige multiplayer game die ik afgelopen week heb gepost. Uh, ik vind het wel jammer dat ik niet echt aan Bloodsleve en 5 toe kwam. Maar uh, het staat er gewoon allemaal niet in. Ik had het echt heel druk met uh, Multicraft. Uh, One of Minecraft heb ik her en der wel wat IP's van opgenomen. Dus dat is wel een beetje op de achtergrond gebleven. Uh, ik heb natuurlijk wel wat Durps gepost. Um, even kijken wat heb ik nog meer gedaan. Um, uh, mini minigames, the Walls. Ik heb nog een nieuwe Walls. Dus uh, ja, die is jullie. Uh, denk ik, misschien deze week nog wel. Moet ik even kijken. Maar goed, Bloodstained 5 dus. Uh, ik ga het vandaag met jullie hebben over uh, deze achtergrond. ik nou nog kijk. Death Forrest Antier. Ik zie nu een van de vage vrouw-zombie met. Een, een compleet half naakt met een of ander raar beest op de buik. Weet ik veel. Het boeit me niet. Ik moet gewoon even daar niet naar kijken Maar goed, what ifs. Het uh, ziet er gewoon super vaag uit. Het is niet zo dat ik het eng of zo vind. Het ziet er gewoon vaag uit. Maar what ifs even? kijken, deze nogal. Uh, money, money, money. It's very funny. In a rich man's world. Nee, maar. Um... Ha, ja, jongens, eh... Uh... ben ik blij dat ik hier weer terug kan, nemen. Mijn god, er is by the way een nieuwe map, die gaan we vandaag ook spelen. de Great Dive, ofzo, weet het. ik veel hoe dat ding heet. Serieus, dat is deze map. Uh, hier heb ik een hele leuke strategie voor, dus... Uh, ja, maar goed, klik. Uh, easy mode, let's do this. Maar... Um... En ja, ik ga deze week de Blue Star Defense 5 Playthrough afmaken. Dan gaan wij uh, natuurlijk verder met de Pokémon Playthrough. En uh, ja, dat is tien laags voor de volgende episode van Pokémon natuurlijk. En uh, als dat gewoon een beetje geleidelijk loopt, dan wil ik nog wel een serie erbij doen. Uh, ik weet niet zo goed wat voor serie. Of ik uh, nou Orcs Must Die moet doen. Of ik nou Angry Birds Space moet doen. Of ik nou. Uh, de... Een Halo 4 serie moet doen, ik zeg ook maar wat. Of ik nou een Call of Duty serie moet doen. Of ik nou DC Superheroes moet doen. Of ik nou Lego Star Wars moet doen. Oh ja, die Superheroes, by the way, ook een Lego game. Uh, Lego Harry Potter. Dus ja, alle games die jullie uit kunnen kiezen staan hieronder in de beschrijving. Dus um, ja, laat het even achter in de comments wat jullie willen zien. En uh, de game die uh, het meeste duimpjes omhoog geeft. Dus als bijvoorbeeld één iemand zegt. Die Superheroes. Like die dan gewoon. Ga niet spammen. Uh, ga niet uh, vijf keer die Superheroes doen. Bijvoorbeeld Pietje zegt die Superheroes. Jantje zegt die Superheroes. Nee, like daar gewoon de comment van Pietje. Want dat is voor mij een stuk overzichtelijk, want anders moeten we al die... Kom maar ze heen doen. En dit is serieus waardeloos. Dus ja, maar goed. Um, de strategie hierbij is eigenlijk heel symmetrisch. Het is geen waterdichte strategie. Uh, je verliest wat levens. En uh, je moet wel enorm je kop erbij houden. Want anders ben je zo dood. Wat ik heb gemerkt afgelopen. Uh, wat is uh, 20 minuten ongeveer dat ik dit probeer op te nemen. Ja. Dus uh, ja, je wilt hier een text shoot geplaatst. En hier een text shoot. Het is geen rocket science. Iedereen kan het doen. Maar goed. Um, ja, dan wil je ze gewoon zo op gaan gereden naar, naar links. En dan wil je er hier en hier plaatsen. Dan rijd je ook weer naar links. Links. Dus uh, ja, drie keer naar Links upgraden by the way. Dus ja, maar goed. Verder de series, dus. Uh, daar kun je allemaal uit kiezen. Uh, de Pokémon-serie gaat natuurlijk wel uh, gewoon door. Hetzelfde geldt voor Minecraft. Durfzoe, bla bla bla. Gaat allemaal door. Uh, uh, de Skyrim levert op dit is een gaming kanaal. gaat even niet door. Noe zeggen jullie nou allemaal. Ik wil Skyrim zien. Wel, ik heb als uh, plan om dat uh, van het winter te doen. Want ik heb echt zoveel games waar ik nog even heel veel spelen. En Skyrim is echt zo'n game voor in de winter. Weet je wel, want het is ook in een berggebied en zo. Het is ook altijd een beetje sneeuw gedaan. Nou, dus lijkt me gewoon echt cool om uh, dat zwinters te doen. Of in de herfst. Of weet ik, in ieder geval. Ik heb er niet echt veel zin om dat nou te doen. Dus uh, ja, geef geen Skyrim. Maar ja, de games zijn hier zonder in de beschrijving. Maar goed, whatevs. Uh, volgende onderwerp. Ik ga geen nieuwe monitor kopen. Dus jullie vast afvragen gaan wel gewoon naar de waar, daar fuck om niet Wel, uh, omdat Ik, uh, mijn geld uit wil geven Aan Lego, uh, zullen jullie vast afvragen Ronald, je bent een gamer, wat moet je met Lego Wel jongens, ik heb ook nog een ander kanaal Dat heet Donut Movies, dat is mijn Lego kanaal De grootste Lego kanaal van Nederland, niet pronkerig Maar ik zeg het gewoon even, uh, want het helpt Mensen vaak om er even naartoe te gaan, want wel Ja, ik heb een Lego kanaal, dan zou je vast zo Niemand kanaal gaan, oh het is Lego, Zo ofzo Oh het is slecht garbage, Nee, maar het is echt een goed Kanaal HD kwaliteit en, uh, de meeste Lego sets worden er ook gereviewd, van Lego Star Wars voor dus ja, maar goed, dat was dus door de boefies. En um, ja, ik ga op dit moment een Lego set verkopen voor 300 euro. Jawel, jawel, Ik heb er nog een staan, jongens. Ik had mijn Green Coast al eerder verkocht. Nu gaan we een O.T. met dropship dronken, aangeloven. Dus uh, ja, ook op sale. Ook voor sale, jongens. Maar um, ja, daarvoor ga ik allemaal Lego kopen. Want wel, dat set heb ik op een speciale manier gekregen. En ehm. Um, ja, ik wilde eigenlijk ook wel gewoon weer wat voor mijn Lego verzameling terugvoeren. Want ik vind het echt nog cool. Ik zie het hier echt gewoon tussen de Lego. Ik heb mijn monitor allemaal planken met Lego staan. Het is echt super repies. Moeten jullie mijn set setup maar even zien? Dan zien jullie ook al die Lego-dingen en zo. Het is echt super cool. Maar, ehm, um, ja, daar heb ik mijn geld is dus aangegeven. Maar dit is dus 300 euro. dan kan ik ook wel vinden. alles verkoop wat ik wil. Uh, misschien kom ik iets te kort. Weet ik allemaal niet. Uh, ik heb het niet echt gerekend en zo. Ik heb hier wel een lijstje. Even kijken. De. Star Wars is holy shit 296. Wel, dat dropship set gaat dus op aan de Star Wars. En dan heb ik nog 147 euro voor de uh, Superhero sets van uh, Marvel en uh, DC. Um, die wil ik ook heel graag. Die ga ik denk ik vragen voor mijn verjaardag. Of misschien mix ik het wel, weet ik veel. Voor mijn verjaardag krijg ik altijd 200 euro. Er is dus nog wat geld over. Dat gaat denk ik. Uh, of naar de afbetaling van de computer, waar ik nog maar een paar honderd euro voor moet. 200 volgens mij nog, yeah. En uh, wel, dan ga ik denk ik. Uh, wel voor een nieuwe monitor, want wel. Uh, Zomers en winters komt altijd een enorme Lego Wave aan. Dus um, ja, wel daartussen heb ik gewoon tijd om mijn geld in iets anders uit te besteden. Dus uh, heb ik ook gedaan met mijn gaming setup. Dus uh, dan ga ik wel voor de nieuwe monitor, want ik wil mijn Xbox daarop aansluiten. Dan gaat het commenteren een stuk makkelijker. Dus uh, ja, het zal wel gewoon ook enorm veel uh, kwaliteitsverhoging en uh, makkelijkheidsverhoging ook voor mij Want ik ben gewoon een lame gamer. Dus ja, nee, maar uh, het is gewoon een stuk handiger voor mij om dat allemaal te hebben. Dat makkelijker te recorden. Nou ik ken het wel. Dus ehm. Um, ja, maar goed, dat was dus dat volgende onderwerp. Ja, we hebben het over zoveel van dag niet normaal, jongens. Maar je ziet wel de gameplay. Ik uh, ja, doe wel gewoon mijn dingen en jullie kunnen wel gewoon kijken en nee, luisteren naar mij. Dus ja, maar uh, goed, volgende ding dus. Ik kan helaas niet gaan livestreamen. Nee, maar het is heel jammer. Maar ik kan er niks aan doen, want wel, we hebben het horen gekregen... dat uh, wij geen sneller internet kunnen nemen. We hebben op dit moment 50 MB, jawel. Uh, Super slecht, nee maar... Uh, nou, 20 MB, zeker 20 of 50 MB? Nee, we hebben 20 MB. En we kunnen geen 50 krijgen. Want we zitten uh, te ver van de TNT. T, tnt. Waarom zeg ik dit TNT? Ik zeg ik zeg. 2 Nou goed, we zitten te ver van de Tele 2 centrale af. En wel, dat is redelijk jammer. anders konden we wel 50 MB. En uh, glasvezel hebben we niet. We hebben al allerlei dingen uh, bekeken. Van voor van provider wisselen kan niet. Want uh, we hebben een contract van, weet ik, van 500 jaar of zo. Nee, we zitten er wat twee jaar of wat zo. Dus ja, ik moet het gewoon voorlopig even doen met wat uh, ik nu heb. Misschien gaan we over twee jaar wel wisselen van provider. Weet ik veel. Maar het zal allemaal hetzelfde zijn bij provider. Dus uh, ja, ik weet het ook allemaal niet, jongens. Ik ben ook geen IT-expert. Ja, weet wel. Nee, maar het is dus gewoon even kijken van uh, wanneer ik upload. Uh, wanneer ik upload video's? Nee, wanneer ik video's ga uploaden. Um, jullie zagen wel dat er twee video's online uh, waren gekomen vandaag. Uh, ik record het op dinsdag bij de bij jullie zien. Dit denk ik woensdag of zo. Maar um, jullie zagen dan dus wel dat er. Um, om drie uur een video online stond. En om vijf uur. Kijk, dit bedoel dus geen waterdichte strategie. Komt de Camel door. Maar daar gaan we nou wat aan doen. Want wij gaan een mokje up kopen. Dus ja, maar uh, jullie zagen het dus waarschijnlijk allemaal wel. En je wilt hem naar Strong zetten, by the way. Dus, ja. Maar goed, je zag wel dat er om drie uur en vijf uur een video online kwam. En dat ga ik uh, vanaf nu iedere dag doen. Dus twee video's. Soms drie. Uh, met BloedstarterFans5. Want wel, die uploaden ik razendsnel. snel. Die zijn uh, niet ieder geval hoge kwaliteit. Dus. Dus ja, wel redelijke kwaliteit natuurlijk. Het is wel gewoon echt goede kwaliteit, vind ik, voor Bloodstone of Ik record met Bandicam. Dus ja, Fraps is gewoon gehandicapt. En wel DX Story wil dit niet recorden. En wel Camtasia. Laten we het ook maar gewoon even over ophouden. Want het is ook gewoon waardeloos. Dus ja, Pokémon record ik denk ik met Camtasia. Of zo weet ik veel. Ik moet nog even kijken waarmee ik Pokémon opneem. Ik denk wel met Camtasia. Maar dat zien we nog allemaal wel. Maar in ieder geval... Ik werk er dus wel enorm aan om uh, mijn kwaliteit te verhogen. En wel, soms moet je keus maken in het leven. Uh, of je koopt dit, of je koopt dat, het is niet uh, beide. Dus uh, hopelijk hebben jullie daar een beetje begrip voor. Uh, maar goed, de livestreams. Dus ik kan dus niet livestreamen. De 6 uur livestreams. Jullie hebben waarschijnlijk nu allemaal vragen over hebben. Gaat dat nog door? Wow, hoe gaan wij dat doen? Wel, uh, Jody gaat streamen. Uh, hij gaat eerst 3 uur op zijn kanaal. Dan 3 uur op mijn kanaal. We gaan niet op de Twitch, want wel. Dat is een beetje pointless natuurlijk. Uh, er zit wel delay in voor die 3 uur. Maar uh, dat moet maar even. Ja. Of we gaan zes uur op zijn kanaal. Dat weten we nog niet. Uh, ik heb nog niet echt overlegd met Jordi. Uh, we hebben wel een beetje een planning dat we het zo gaan doen. Maar omdat dus wel, we zitten wel met die like, ik, mee nu. Dus misschien uh, ook een zes uur live op zijn kanaal. Dat weten we dus nog niet. Maar uh, ja, er komt wel een aankondigingsvideo uh, twee keer op mijn kanaal. We gaan denk ik zaterdag livestreamen. Dus er komt denk ik morgen een aankondigingsvideo online. Uh, woensdag en vrijdag. Als we dan gaan livestreamen. Ik weet niet of Jordi tijd heeft. Maar ik moet nog even uh, wat gaan tweeten met mensen en overleggen. Dus uh, ja, maar goed. Volgende Onderwerp. Uh, dat was dus de Streams. De series hebben we gehad. Dat hebben we. Bla bla bla. Oké. Okay, wel. Volgende ding dus. Oh ja, dit wil ik nog even zeggen. By the way. Binnenkort komt de Xbox 27. Uh, niet echt uit, maar hij wordt aangekondigd. 21 mei. 31 mei. 31 mei. Ja. En um, wel, ik kijk best wel uit naar dat schatje. Dus uh, wat ik ga doen is, als die released wordt, ga ik er een achteraf commentary over maken voor Call of Duty. Dan ga ik mijn mening erover zeggen. Wat ik zeg maar, in gedachten heb, is een soort van. Mengelmoes, een soort stamppot Tussen de, ik zeg een stamppot Ik zeg dat echt gewoon graag, stamppot Maar, eh, uh, ehm uh, waar had ik het over? Oh ja, yeah, de Xbox 27. Een soort van mengelmoes. Of stampot. Tussen de. Uh, dat klonk echt heel rituel. Volgens mij. In ieder geval is soort mengelmoes dus. Tussen de uh, PlayStation en de Xbox. Want ik vind dat laadje van de Xbox echt blikachtig. Het is een beetje waardeloos. En die uh, uh, knop om dat laadje open te doen Dat is veel te sensitive. Dus uh, ja. En dan wel de looks van de PlayStation. Vind ik gewoon een stuk beter. Die Xbox is gewoon helemaal vierkant. En wel die PlayStation. Is mooi. Mooi gelaten en zo. Dus ja. Maar. Uh, 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 ik vind de Xbox. Interface, games, zooi, mooier. Controles ook. Uh, dat van de Playstation, maar ik vind de console mooier. Dus ja, ik hoop dat dat een beetje verandering in komt. En ja, dit bedoel ik dus. Dit komt er dus door. Ik was te laat, maar goed. Whatever, dan komt de boer aan. Ik moet, ik moet geen kastjes meer drinken. Oh god. Uh, goed, oh, ik heb nog een leuk onderwerp, by the way. Um, Europese Zonkwestie van de bro uh, gaan jullie kijken naar het Eurovisie Songfestival? Uh, zo ja. Uh, wie is jullie favoriet? Dat is, ik denk natuurlijk Adele, want die uh, gaat naar het Eurovisie Songfestival van Nederland. Maar wat is jullie mening over Adele? Uh, wat over het nummer van Adel? Vind je dat Adel de juiste persoon was, ja of nee? Uh, vind je dat het nummer wat ze heeft gekozen, garbage, ja of nee? Ik vind het garbage persoonlijk. Waarom? Omdat wel het is zo van... Het is zo'n sloom. Scheidlied geworden. Het is gewoon, is er geen power in Adele? Is een, ja, rockzangeres. Dus ik heb één vandaag gekeken. Nee, maar het is gewoon, het past totaal niet bij haar. En uh, het is meer iets voor, weet ik veel, Anouk of zo. Maar ze hebben er wel weer goed aan gedaan dat dus ze de toppers er niet heen hebben gestuurd. Mijn god, wat een blamage was het daadwerkelijk oh, de toppers op het software oh, ik begin er niet eens over het was gewoon waardeloositeit van het van de hoogste kwaliteit en wel dat rijpt ook nog dus het is nog dubbel waar ook nog nee maar um, dat is oud gezeik maar goed Ehm um, ik zei dat ik um, een keer uh, wekelijkse vlogs, ga het naar dagelijkse vlogs gaan doen. Dat wordt nou wekelijkse vlogs. Uh, tenminste, ik uh, ga wel kijken of ik misschien nog uh, wat geld overhoud van dat hele gezek Dus ik verkoop nog wat zooi, Dus uh, het moet wel lukken. Uh, of ik eventueel ook nog een keer een webcam kan kopen. Want dan kan ik uh, wekelijkse vlogs doen. Dan ga ik updates geven of dit of dat. Misschien koop ik wel eerst een webcam van het geld dat ik overhoud. Want ik hou best wel redelijk geld over. Ja, dat doe ik denk ik. Dan koop ik eerst uh, een webcam. En dan komt er op zondag uh, iedere uh, dag. Dus een vlog uit iedere zondag gevlogd. De Zondagvlog heet dat dan. Uh, en uh, wel, daar ga ik met jullie over praten. Over wat ik die week heb beleefd. Over de games, vooral. Over hoe de, de series lopen. Of er uh, veranderingen in de series komen. En waarom ook 5000 euro. Maar uh, ja, er komt dus een hele hoop uh, leuke kanten. Dat jullie kanten hebben. ik hoop dat jullie het allemaal leuk vinden. De Xbox. Ik wil echt wat meer met de Xbox gaan doen. Maar soms, jongens, heb ik gewoon zoiets van. YOLO swag. Ik maak gewoon liever een Minecraft commentary. Want Xbox is gekloond. Want oké, okay, dit moet ik dus doen. Oh mijn god, Jezus. Maar goed, dit moet ik dus doen als ik Xbox ga recorden. Ja, oké, okay, luister. Ik moet mijn mic omdraaien, hele standaard moet ik verplaatsen. Dan moet ik uh, eerst een goede gameplay gaan vinden. moet ik opwarmen ongeveer een uur of zo. Uh, dan moet ik met Bandicam de audio allemaal gaan opnemen. Dan faalt 9 van de 10 keer de commentary nog. Dus ik ben over 2 uur bezig om ongeveer 1 of 2 commentaries op te nemen. Dus uh, ja, ik ben met al die map pack videos Ben ik wel een dag bezig geweest. Gewoon de hele dag alleen maar call of Duty spelen. Ziet het hoor. Dus um, ja, dat is dus een hoop gekloot voor één video. En wel, dan heb ik gewoon liever zoiets van. Jules werk, Laten wij we gewoon even Ronald speelt Minecraft klappen. Je weet wel. Nee, maar uh, ik speel dus liever liever Ronald speelt Minecraft op uh, dat moment. Maar goed, whatever. Even kijken. Oh mijn god. Waarom heb ik zoveel geld en ben ik nog niet dood? Nou, in ieder geval wat we nou gaan doen is we gaan towers neerzetten. In ieder geval hier één. Uh, zo, naar Strong. Hetzelfde gaan van de andere kant. Die zetten we er ook één neer. Uh, strong, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oké, okay. wel. een strong dus. Die is aan de strong. Goed, nou moet het maar goed komen. Maar uh, ja, het hele eireiten is dus. Uh, het is plannen. Goed plannen. Ik heb ook nog uh, uh, wel heel erg de neiging om een parta serie naast de serie die ik nou ga doen, gewoon sowieso in Rebuts te spelen. Dat jullie daar niet aan kunnen kiezen, maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Want uh, dat kan ik niet bij hebben. Ik kan niet nog, se nog meer series bij hebben, dus ik ga mijzelf uh, even de boel tegen mijzelf klinkt misschien echt heel stom wat ik nou zeg, maar ik ga dat niet doen. Ik zie nu die, al die stapels games. Zoet Tycoon, Skyrim, Dead Island, wat gewoon zuigt voor de um, computer. Uh, rollercoaster, Star Wars, GTA. Uh, Batman. Oxmas daar, Angry Birds, Lego Harry Potter, Lego Batman, enzovoort, 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 enzovoort. Dus um, ja, ik ga natuurlijk wel verder met alle andere series die ik natuurlijk heb. En dit is dus wat ik bedoel, die morbids maken gewoon uh, zoveel kansen tegen die setup van mij. Ik was er geen kans, maar ze maken enorm veel kansen, want ze komen er sowieso door. Dus ja, maar goed, wat je nou wilt doen is, nu wil je gewoon nog een clusterbom. Gewoon, yolo, swag. Ja, inderdaad, dat wil je gewoon doen, ja. Dus uh, ja, maar het is dus allemaal erg, 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 erg lastig om uh, in te plannen wat jullie willen zien. Want heel veel mensen willen wat anders zien. De ene wil dit zien, de andere wil dat. Blablabla. Uh, bla bla. uh, meestal zijn jullie elkaar wel aardig gezind, maar soms hebben jullie ook zoiets van. Jules Swag, ik wil dit en ik wil het ook gewoon nu. Jawel, jawel. En wat kan ik uh, niet doen, jongens. Dus hopelijk hebben jullie daar een beetje begrip voor. Daarom is het nu ook 20 likes voor de volgende episode van Wonen Minecraft. Hopelijk lukt dat. Um, Tot dan lukt het wel aardig. Uh, dan is het dus 10 likes voor Pokémon als... Dat allemaal goed gaat en uh, jullie halen makkelijk 10 of 20 likes dan uh, gaat het omhoog natuurlijk logisch met ik denk 5 likes per keer. En dan proberen we dat een tijdje uit gaat dat goed. Op, 30 likes uh, 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 Ze gaat het omhoog. Um, de serie waar jullie nou dus uit mogen kiezen gaat dat niet. Uh, puur om het feit dat het uh, te erg like is. Het moet, je moet de juiste balans vinden. Daar gaat het helemaal om. By the way, er komt ook een, een gastrol video aan. Waarin ik uitleg hoe jullie gastrol uh, in kunnen sturen. Jij wel een gastrol video voor gastrol video's. Yeah, jonge swag. Nee, maar, ehm. Um, en er komt een video uh, aan over mijn, ehm. Um... God, sorry. Hoe ik het zeggen? Oh ja, how to make a... Fuck. Ja, niet how to make a fuck, how to make a YouTube gaming channel. Uh, veel mensen vragen me dan, waarmee record je, waarmee doe je dit, waarmee doe je dat? En wel, daar ga ik gewoon dan dus uh, antwoord op geven... Het is misschien erg moeilijk te begrijpen wat ik er allemaal ga zeggen. Maar uh, je moet het er maar gewoon mee doen. Het zal allemaal lastig worden. De een zal het wat uh, makkelijker vinden te begrijpen dan de ander. Uh, dat begrijp ik heel goed. Heel goed zelfs. Maar um, ik wil daar gewoon voor sommige mensen gewoon even wat duidelijkheid over geven. Want niet iedereen die snapt dat gewoon. En heel veel mensen willen het toch. Dus ja, wat je gewoon. Ik zeg gewoon alvast één ding: wat je nodig hebt is. Verstand. Geen technisch verstand, vergeet het maar, geen gaming kanaal. Zo simpel en zo hard is de wereld. Je moet gewoon doen, voordat ik dit had, wat ik nu heb van Shadow Games 23 was ik eerst een jaar bezig met studeren. Nou, niet echt studeren, maar me verdiepen in deze hele shizzle hier. En dat maakt een gaming kanaal zo speciaal, want je doet er zelf gewoon heel, heel... Heel, 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 heel erg veel werk voor. En, um, daarom vind ik nog gewoon ook leuk wat ik steeds doe. Maar goed, en on that bombshell, it's time to say goodnight, everybody. Hopelijk kijken jullie vanavond het Zongfestival. Uh, mijn vader heeft zoiets van Jodo Swag. We gaan het gewoon niet doen. Uh, die wil allemaal films gaan kijken. Maar, uh, mijn moeder en ik willen dat graag zien, denk ik. Dus, um, ja, ik weet het niet. Als er een Ieps film op komt met geknal en zombies en zo, dan uh, ben ik van de partij. Yeah, boy. Jodo Swag. GG, good game. Nee, maar, um... Uh, dan ging zo'n festival, helaas podcast. Dus ja, dan hoor ik het denk ik wel van jullie. Maar goed, tot de volgende keer bedankt voor het kijken allemaal. Laat even 15 likes achter onder deze video. Gewoon voor de YOLOheid Gewoon voor de yolo Poloheid. Gewoon serieus. Gewoon. Laten we gewoon eens even 15 likes doen. Gewoon doe het gewoon. Gewoon 15 likes. Waarom niet? Dus ja, tot de volgende keer bedankt voor het kijken. En uh, hopelijk morgen weer op Bloestone Fans 5, bleef. Of, uh, of na aflevering. Ik ga proberen. Uh, tot en met zondag alles uit te spelen van Bloestone Fans 5. Dus ja, tot de volgende keer bedankt voor het kijken. Ik was gewoon op Zood Game de Laat ik jullie een like eigenlijk. Een hopelijk leuk komen. En dan spreek ik jullie later. En subscribe natuurlijk. Dus ja, en laat even achter in de comments wat voor game ik moet gaan spelen naar Bloestone Fans 5. Dus ja, dan zeg ik. Later wensen. Fijne avond. En uh, good game, everybody. GG.